Dag iedereen en welkom bij mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag gaan we het hebben over de Mosquito MQTT Broker. Om Mosquito te downloaden, navigeren wij naar de website mosquito.org, waar wij dan rechtsboven op download kunnen klikken. En dan zien we hier de source files of de Windows installatiebestanden. In dit geval downloaden we de versie voor Windows 64-bit. Bestand download automatisch. We kunnen er dan op klikken. Waarna dat het installatieprogramma zich opent. Deze instelling kunnen we al overnemen. Wat wel belangrijk is, is dat wij onthouden waar dat wij Mosquito geïnstalleerd hebben. Want hier moeten wij later naartoe navigeren. Dus we installeren het. En in dit geval is Mosquito werkende. Dus als wij nu in Windows naar onze services gaan, dan zien wij dat hier Mosquito Broker terugkomt. Wij zouden nu willen testen of Mosquito werkt door met command line een bericht naar de broker te sturen. En in command line verschillende subscribers te openen die dan dat bericht kunnen ontvangen. Om te starten moeten wij eerst wel Mosquito Broker gaan aanzetten bij onze services. Dus indien dat wij onze services openen en wij zoeken daar Mosquito Broker, dan zie je hier in dit geval dat startup type op manueel staat en dat die in dit geval niet aanstaat. Je kunt de rechtermuisknop klikken en dan klikken op start. En dan zie je in dit geval dat Mosquito Broker werkt. De volgende stap is dan om een subscriber te openen via command line. En daarom was het belangrijk dat je weet naar welke directory dat je Mosquito geïnstalleerd hebt. Want daar moet je nu naartoe navigeren. Dus in dit geval staat het bij mij onder Program Files, heb ik een mapje Mosquito. En in dat mapje vind je de volgende bestanden terug. Wat hier het belangrijkste van is, is ons Mosquito underscore subscribe en Mosquito underscore publish. Enerzijds voor te publiceren, andere voor te subscriben. Dus we gaan nu beginnen met een subscriber te maken, want zonder subscriber kan je natuurlijk niet gaan luisteren, kan je niet zien of er dus al dan niet een bericht verstuurd is. Dus in dit geval subscriben we op het topic Let's MQTT. Dus dit is onze eerste subscriber die dat we aanmaken. Dus indien dat we nu in dit topic een bericht gaan publiceren, zal dat in dit venster ook zichtbaar te worden. We openen een tweede venster. We navigeren terug naar die map. En in dit geval gaan we niet gaan subscriben op een topic, maar gaan we een bericht naar een topic gaan sturen. We gaan dus gaan publishen. Dus in dit geval maken we niet gebruik van Mosquito Sub, maar Mosquito Pub. We gaan publishen naar het topic Les MQTT. En we gaan daar een bericht naartoe sturen, een message. Bericht is: dag beste studenten. En je ziet dat hier bij de subscriber ook dat bericht is binnengekomen. Nu het is leuk om berichten zo van het ene venster naar het andere te sturen, maar het is leuker om iets extra te gebruiken, zoals een toepassing als Node-RED. Dus in dit geval starten we Node-RED op.
doen die open via onze webbrowser. In dit geval draait die op onze localhost en navigeren naar localhost van poort 1880. En hier zie je Node-RED. In dit geval, wat gaan we doen? We gaan een timestamp gaan sturen naar het kanaal naar het topic les MQTT, waarna dat we hier aan het luisteren zijn. Je ziet als server staat die op het adres, nu in dit geval van deze computer, en topic is les MQTT. Als ik nu op timestamp klik, dan zie je hier de timestamp in dit geval verschijnen. Nu die timestamp, gelijk die daar nu zo komt te staan, daar heb je niet veel aan, zouden we daar iets meer mee willen doen. Dus in dit geval, in Node-RED, kan je daar een functie tussen zetten. En die functie kunnen wij nu aanpassingen gaan doen. Dus laten we zeggen, var datum is new date. We gaan de payload van het bericht nemen en we gaan er een nieuwe datum in maken die dat we opslaan onder variabele datum. We gaan dan het bericht dat we aan de uitgang gaan uitsturen gelijk maken aan datum. En we gaan de uitgang het volledige bericht gaan uitsturen. Als ik nu deploy en ik klik weer op timestamp, dan zie je in dit geval dat die tijd een heel pak leesbaarder geworden is. We kunnen ook berichten naar Node-RED sturen. Daarvoor maken we gebruik om die te visualiseren van de debug-node en voor de berichten binnen te trekken van de MQTT-in-node. Deze hangen we aan elkaar en dan kunnen we de MQTT-in-node configureren, de broker die draait op onze localhost en het topic waar we naar luisteren is less MQTT. We kunnen dan onze toepassing deployen en gaan kijken naar ons debug-venster. Indien dat we dan nu een bericht gaan publishen naar dat topic, dan zou het hier in dit venster zichtbaar moeten worden. En je ziet dat dat in dit geval ook gebeurt.